Wim Bos, melkveehouder in Zuidbroek. Half juni zijn jullie begonnen met melken met de MI1, de eerste 5-box van Gea in Nederland. Een filmpje van de plaatsing daarvan heeft al gestaan op www.veeteelt.nl, maar nu zijn we natuurlijk heel benieuwd naar de ervaringen. Nou ja, die zijn er ondertussen. Dus half juni zijn we inderdaad opgestart. Het gaat allemaal nog niet vanzelf. Het systeem draait verder technisch nu wel goed. De kinderziektes en installatiefoutjes zijn er een beetje uitgehaald. Ja, alleen de koeien die moeten nog wel heel erg wennen. En alle halleluja verhalen van binnen 2 weken superveel bezoeken, meer melk en een lager celgetal, dat gaat bij ons niet helemaal op. Maar we gaan de goede kant weer op. Kun je nog even uiteenzetten waarom jullie voor de 5-box hebben gekozen? Nou, dat was een beetje, dat lag eigenlijk een beetje aan onze stal. We hebben hem geplaatst in een huidige situatie. Dus kijk, als je nieuw bouwt kun je alles rondom de robot bouwen zoals je het zelf wil. En wij waren gewoon beperkt in de meters. En we hebben gekeken naar ook andere merken. En uiteindelijk was de 5-box van Gea het merk dat ons het beste aanstond. En die ook qua plaatsingen goed in de stal paste. Dus 2 systemen, een 2-box en een 3-box, dat past eigenlijk niet. En vandaar dat we hier zijn uitgekomen. En uiteindelijk bevalt 5 boxen bij elkaar op 1 plaats in de stal je ook goed? Ja, het is heel erg overzichtelijk. We hebben gewoon 1 vuile ruimte, 1 schone ruimte, 1 computer, 1 vacuumpomp, 1 compressor, overal 1 van. We hoeven maar 1 ruimte schoon te maken. We hebben in 1 keer het overzicht over alle boxen en dat werkt gewoon heel fijn. En het koeverkeer, want alle koeien moeten uiteindelijk wel naar 1 plaats in de stal. Klopt. We hebben een stal waar alle koeien vrij lopen. We werken niet met groepen. We hebben wel voor de robot een voorselectie. Dus alleen de koeien die toegang hebben tot de robot kunnen in de wachtruimte. En dat werkt goed. Want we hebben 2 toegangspoorten. Aan beide kanten van de stal eigenlijk 1. En de koeien die lopen er wel op. Dat is geen probleem. De routing is goed. Zojuist hebben we dan de melkrobot gezien en hier hebben wij het CowView systeem. Dat zijn 2 separate systemen. CowView heeft ook een 2-ledig doel. Het eerste is koeien zoeken in de stal. Dat kan op de smartphone of hier achter de computer. Het tweede doel van CowView is de gedragsanalyse. De koeien hebben allemaal een tag op de nek en daarmee ziet het systeem waar de koe is in de stal en wat hij doet. Dan kun je dus de hoge activiteit bekijken van de koeien. Dat is hier zo een hele lijst. Dat kan zijn omdat er nogal vrij veel onrust in de stal is op momenten door de bouwerij. Maar er staan ook de tochtige koeien tussen. Nou weet ik dat deze koe tochtig is. Dan zeg je van ik wil zijn activiteit bekijken. Je ziet hier het gedrag van de koe. Hij kijkt naar een aantal parameters van wat de koe allemaal doet. Dus hij kijkt naar, deze koe heeft dus bijvoorbeeld korter in de box gelegen, maar wel net zo vaak. Deze koe die heeft langer gestaan en net zo vaak gestaan. Deze koe heeft langer gelopen, vaker gelopen en een grotere afstand afgelegd. En deze koe heeft korter aan het voerhek gestaan, maar wel net zo vaak. Nou, dat zijn allemaal gedragskenmerken van een tochtige koe. Dus deze koe kunnen we zeggen, die is tochtig. Nou, we hebben zojuist achter de computer de attentielijsten bekeken. We hebben gezien dat 1 koe een verlaagde activiteit heeft die we visueel willen checken. Op de mobiele telefoon hadden we hem ondertussen opgezocht. Ondertussen heeft de koe zich ook verplaatst. Hij lag eerst achter in de box, nu staat hij aan het voerhek. Dus hij staat daar ergens. We gaan hem nou even opzoeken. Nou, volgens mijn scherm moet de koe dus hier ergens staan. Het was koe nummer 121. En als ik het goed heb, dan staat ze hier. Nou ja, volgens mijn analyse van de CowView had ze slepende melkziekte. Nou, je ziet ook, ze is wat scherp. Dus het zou er echt goed op kunnen duiden dat ze dat ook heeft. Dus ik ga haar selecteren en behandelen. Mensen kunnen het functioneren van de robot ook met eigen ogen komen bekijken, toch? Klopt, aanstaande vrijdag 26 september hebben we een open dag van 1 tot 9. Dus geïnteresseerde melkveehouders, akkerbouwers, iedereen is welkom. Ook burgers, we hebben in de plaatselijke krant ook een advertentie gezet, omdat we het ook wel belangrijk vinden om de burger te betrekken bij ons bedrijf. Dus de deuren staan open en iedereen die mag een kijkje komen nemen.